Goedemorgen iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Het is donderdagochtend. Ik heb net de 7-minute workout gedaan. Ik heb ook al eventjes gemediteerd. Korte 9 minuutjes of zo was dat. Duurde het. Het mediteren is iets wat ik heel graag meer in mijn routine wil steken. Omdat ik, ja, ik ben er heel erg van overtuigd dat dat een enorme invloed kan hebben op hoe dat je je voelt en je energie en al die dingen. Dus vandaar dat ik dat ga integreren in mijn dagelijkse routines. En ik heb een theetje gemaakt. Ik ga mijn boek ook nog een beetje lezen. Andres en Jaloe liggen nog in bed. En ik heb echt niet zo heel goed geslapen, want er is super veel wind vandaag. Er is echt ongelooflijk heel de nacht ook. Echt gigantisch veel wind. En je hoorde dat ook super hard. En doordat Mialou op haar eigen kamer slaapt nu, staat de witte ruis ook op haar kamer. Maar daaraan merk ik pas wat voor een effect dat eigenlijk heeft op je eigen slaap. Als alle omgevingsgeluiden worden weggefilterd door de ruis die eigenlijk opstaat, dan slaapt het echt veel beter. Dus dat heb ik afgelopen nacht ook zeker wel gemerkt. Want ik ben er echt verschillende keren van wakker geworden. En dan is Mialou ook één keer wakker geworden. En vanmorgen rond 6 uur of zo was ze terug wakker. Dus het was al een iets betere nacht voor haar dan de afgelopen nachten. Maar voor ons, wij zijn echt vaak wakker geweest door de wind en zo. Maar het is allemaal oké. Ik voel me echt goed. Zeker ook na de meditatie. Dus ik ga mijn dag beginnen nu door mijn theetje op te drinken en nog even te lezen. Kijk wie er wakker is. En wie was er al een flesje aan het eten? Ja. En ik heb ondertussen een ontbijtje gemaakt voor mezelf. Havermout met chocoladeshake onder en pure chocolade op. En Filou vindt dat ook wel lekker precies. Maar jij krijgt dat niet, broer. It's mine. En Andres is ook wakker. Maar ik ben blij dat jullie wakker zijn. Sleep, boy. Wat is er mee? Filou moet buiten, maar er is echt veel wind. Het regent keihard. En het regent inderdaad super hard. Dus Filou weegt maar 2 kilo. Nog. Dus ik denk als wij er nu mee buiten gaan, dat hij gewoon wegvliegt. Dus schat. Ja. Maar hij vindt dat ook niet leuk. Hij kleedt je helemaal aan. Ik kom daarmee beneden op paddek en dan draait hij gewoon terug. Ja, dat is echt waar. Hij doet even snel pipi tegen de boom en dan keert hij al terug om naar huis te gaan. Een schatje. Zal het zoiets doen. No. Heb je dat gehoord? En nu nog even knuffelen met mama. Look at these cuties. Filou, ben je aan het spelen? Filouka, gedaan. We waren deze middag even bij Hema. En kijk hoe leuke boekjes, leuke schriftjes.
allebei deze, allebei met streepjes en dit is zo in een kast met een hier ook van die ja, tussen dingetjes, ook met lijntjes, heel heel tof. Ze hadden echt heel veel leuk schrijfgrief en schriftjes en al dat soort dingen. Dus zeker de moeite om eens te gaan kijken. En ook de babykleertjes natuurlijk waren mega, mega schattig. Kijk, dit bodyke. Echt te cute. En dit outfitje, truitje met broekje, kon ik ook niet laten liggen. Vond ik ook echt mega, mega schattig. Dus ja, leuke dingetjes bij Hema momenteel. Echt de moeite. Mia Lou is ondertussen een half uurtje of zo wakker. Ze heeft een goed dutje gedaan. Dus ik denk echt dat ze een uur en een half of zo heeft geslapen. Dus dat is echt super, super goed. Ik heb zelf aan mijn ogen gesmeerd. Dus daarmee dat het er misschien een beetje raar uitziet. Want het jeukt echt heel, heel erg. Hopelijk is dat omdat het aan het genezen is. Dus pray for me. Andres die is naar de, hoe noemt dat, Antwerp Open. Dat is een tennistoernooi in het Sportpaleis. En het was vanavond echt een super, super goede match. Het was Andy Murray speelde tegen Schwartzman. En dus we wilden eigenlijk samen gaan, omdat er nog tickets voor waren en zo. En wij hebben morgen een evenement. Dus ik moest mij sowieso laten testen. En dan hadden we eigenlijk in één keer, ja, dan had ik ineens daar ook mijn COVID-safe ticket voor kunnen gebruiken. Maar wij hadden geen opvang voor deze kleine baby. Of toch niet op tijd. We hadden wel opvang vanaf 7 uur of zo. Maar ja, om dan nog helemaal te haasten naar daar. En dan nog te vertrekken, er dan tegen 7:30 of zo te zijn. Dat zou een beetje, dat zou wel gaan in principe, want ik denk dat ze om 6:30 of om 7:00 speelden, maar toch, dat is een beetje zonde. Dan zijn ze ook kei gestresseerd. Dus had ik tegen Andres gezegd, als je graag wilt gaan, ga dan maar gewoon. Dat is helemaal oké. Soms moet je opofferingen maken als je een kind hebt. Dus bij deze heb ik mij vanavond even opgeofferd, tussen aanhalingstekens. Om bij haar te blijven. En dan kon Andres gaan kijken. Hij is mijn vriendin van ons naar daar gegaan. Dus dat is wel heel, heel leuk. Dus hij is daar toen. Ik ben hier met onze baby een beetje aan het chillen, hè? Ja, die was een beetje aan het spelen, hè? Ze heeft zich net mooi bezig gehouden terwijl ik even gestofzuigd hier. Ik heb onze mat nog eens gestofzuigd en onze stoelen aan de eettafel. Omdat die van stof zijn, dus het is wel belangrijk om af en toe eens even te stofzuigen. Maar ja, ze heeft hier super flink gelegen ondertussen. Ze heeft er net ook al gegeten. Dus dat is ook goed. Ja, het gaat. Dus wij gaan nog een beetje spelen, een beetje knuffelen. Ja. Zwaar, hè? Ja. En dan zal het er een beetje van afhangen om laten Andres thuis is. Of dat hij haar nog gaat zien voor als hij in bedje gaat liggen. Hè? Want gisteren is ze al om 8:00 gaan slapen. Dus dat was eigenlijk best wel vroeg voor haar. Dus ik ben eens benieuwd om laten ze vandaag gaat gaan slapen. Het is nu, hoe laat is het nu? 6:30. Dus we zullen zien hoe lang dat getrekt is, schat. Ja. En dan kunnen wij speed rustig op het gemakje beginnen aan onze avondroutine. Hé, schatje? Ja. En dat is de update. Wij zijn van de middag dus naar de stad gegaan. Even langs de Hema ook geweest. Iets gaan drinken. Was super gezellig. Heel, heel leuk. En morgen hebben wij dus ook een drukke dag voor de boeg. En wij hebben last minute toch nog babysit gevonden voor Mia Lou. Want ja, wij zijn een hele dag eigenlijk weg van, hoe laat zouden we hier vertrekken? 00:30 of zo, 00:30, 01:00 denk ik dat we hier gaan vertrekken. Het duurt tot 21:00 ons evenement morgen. Dus tegen dat we dan terug thuis zijn is het 9:30 of zo. We moesten echt wel voor een heel lange periode babysit hebben. Maar natuurlijk, onze ouders, ja, weet je, die generatie, die werken allemaal nog. Hè. Dat is niet gelijk 50 jaar geleden of 70 jaar geleden dat die thuis zijn, hè, die vrouwen. Dus die werken allemaal nog. Dus het was wel een beetje zoeken om opvang te vinden. Maar last minute hebben we gelukkig nog iemand gevonden. Een vriendin van ons die gaat op onze cookie komen letten hier. En Filouke die gaat naar de Bomma en Bompa van Andres. Daar hadden we al lang opvang voor, maar voor haar nog niet. Dus ja,
alle chance, dan kon ik, alleen dan kan ik gewoon meegaan. Anders had ik hier moeten blijven en dat was wel super jammer geweest. Maar we made it. Ja, schat. Wat is er? Wat is er? Moet nog een beetje knuffelen? Nog een beetje spelen? Ja? Dat gaan we doen, hè. Schatje. Wat is dat? Wat zie je? Wat zie je?